Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Alex Pap. Alex, je bent van XYZ Dynamics. Of XYZ. Ja, dat klopt, ja. Ja. Wat zeg jij zelf het meest? Tegenwoordig heel veel XYZ Dynamics, omdat we nu een Engelse taal spreken. Ook intern en extern. We willen zo snel mogelijk gaan internationaliseren. Dus zodoende. En waarmee wil je internationaliseren? Wat doen jullie? Wat wij doen, even kijken, ik zal kort beginnen. Ik ben hier vanuit Eindhoven naar Amsterdam toe gereden. En ik rijd nog in een caddy vanuit 1998. Dus een bestelbus met een dieselvoertuig. En ik ben genoodzaakt, zou ik maar zeggen, om mijn voertuig te parkeren bij het Druiventuin, als ik het goed zeg. En dan uiteindelijk met de trein, zou ik maar zeggen, in de binnenstad te komen vanwege de emissiezones. En dat is op dit moment een probleem voor mij, maar in de toekomst zal het voor heel veel andere bedrijven ook een probleem zijn, die veel bestelbussen hebben, dat ze uiteindelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren in de binnenstad. Wat wij dus doen, wij ontwikkelen een systeem, een modulair systeem, om die bestaande bestelbussen, maar ook nieuwe bestelbussen, te hybridiseren door het toevoegen van een elektrische aandrijflijn, zodat die voertuigen volledig elektrisch in de binnenstad zullen gaan rijden. En dat is simpelweg wat wij doen. En onze kracht ligt niet zozeer in de aandrijflijn, maar in het kunnen garanderen dat het voertuig altijd elektrisch of emissievrij in de binnenstad zou rijden. Dat is eigenlijk een... Waarom alleen in de binnenstad? Kan je die oude bus van mij niet dan meteen gewoon helemaal maar elektrisch maken? Ja, dat zou dan wel kunnen, volledig elektrisch. Is het geen achterhoedegevecht daardoor? Want we gaan toch gewoon naar all electric. Ja. Ja, je ziet natuurlijk de personenvoertuigen zijn volledig elektrisch. Hè? Maar bestelbussen zijn eigenlijk over het algemeen een hele andere soort groep voertuigen. Zwaar beladen, lange afstanden die je per dag rijdt door de gebruikers. Waardoor, zou ik maar zeggen, een range van 150 kilometer op een dag gewoon niet voldoende is. En wat je nu ziet op de markt, simpelweg is dat elektrische bestelbussen een maximale range van 150 kilometer volgens WLTP Cycle, dus volgens de modellen. Maar in praktijk is dat 80 kilometer. Dus ja, zodoende zijn er, zou ik maar zeggen, zie je natuurlijk dat heel de markt gaat elektrificeren. Maar binnen de logistieke sector zal het nog een langere stap maken of zal het nog meer tijd nodig hebben. Ja, maar denken jullie dat dit een oplossing van de toekomst is? Of ben je bezig een legacy en dus overgangsprobleem oplossen? Overgangsprobleem oplossen. Wij ontwikkelen, ja. Dus over 10 jaar bestaan jullie niet meer? Want dan is nee, dat is niet waar. Nee, simpelweg niet. Het product wat wij ontwikkelen is dus dat hele systeem. Dus de batterij en een stukje software. En de batterij zou je kunnen wegzetten voor andere toepassingen. Dus ik probeer het te begrijpen. Want ik zat jullie website ook te lezen en... Ik lees inderdaad, weet je, de bestaande bussen, ombouwen, hybride maken, zodat ze de stad in kunnen, in de stad elektrisch, daarna weer gewoon vervuilen op diesel. Ja. Je legt ook uit dat het te maken heeft met de afschrijvingen van die bussen. Het is te duur om nu over te gaan op elektrisch, niet genoeg bereik, al die dingen die allemaal opgelost worden. Ja. Dus waar zit dan de structurele houdbaarheid van jullie bedrijf? Ons hele bedrijf. Ja, dat is eerst wat ik ook vroeg. Ja, precies. Ja, want dat is om te zeggen, het gehele systeem. Hè, dat ja, begin met de accu's, maar accu's, dat doet Tesla bij. Dat doet Tesla dat ook. Is een standaard product. Ja. Beetje management, beetje softwarepakketje erbij, is allemaal wel. Er zijn verschillende partijen die dat doen. En wij kunnen ons ook in onderscheiden. Dus wij kunnen ook gewoon simpelweg markt in vinden. Maar we ontwikkelen dus dat stukje software. Wat zou ik zeggen, ervoor zorgen dat een hybride oplossing, maakt niet uit wat voor hybride oplossing het dan ook is, uiteindelijk volledig elektrisch in de binnenstad zou rijden. En je zal verschillende hybride oplossingen gaan zien, vanuit VDL, vanuit DAF, et cetera, et cetera. Malen heeft laatst ook verteld van, we gaan een hybride oplossing doen, logistieke sector. En dat stukje software, zou ik maar zeggen, straks iets wat wij los gaan verkopen naar die partijen toe, die off the shelf, direct vanuit de eerste lijn, een hybride oplossing leveren. Zijn jullie uiteindelijk een softwarebedrijf? Software, hardware, embedded systems. Ja. Dus uiteindelijk, zou ik maar zeggen, simpelweg een gehele module, waarin de communicatie tussen verschillende aandrijflijnen, zou ik zeggen, geconfigureerd wordt. En wat is er dan bijzonder aan die software? Wat is je uniek? Want wij kunnen de gebruiker enigszins forceren om elektrisch te kunnen rijden, of gebruik maken van plug and charge. Maar je kan natuurlijk simpelweg elektrisch in de binnenstad rijden. En die batterij moet vol. Maakt niet uit hoe, maar dat kan door middel van stekkeren, dat kan door middel van regeneratief remmen. Maar dat kan ook gewoon simpelweg door middel van jouw internal combustion engine aanzetten. Maar ja, dan verschuif je het probleem van A naar B, want dan nog steeds wek je energie op met je dieselvoertuig. Ja. Dus wij ontwikkelen software en kunnen ook op fleet management niveau emissies gaan regelen. En dat is daar ligt onze kracht en daar hebben wij ook een patent op aangevraagd. En want je gaf net drie mogelijkheden om te laden. Maak dat dan eens concreet, want hoe manage je dat dan?
Want je zegt, ja, de dieselmotor aanzetten om je batterij op te laden, dat is niet de bedoeling. Ja. Nou, dan heb je volgens mij nog twee opties over. Plug and charge of remmen. Ja, ja, nou, het is nooit genoeg om je accu op te laden, dus moet je ergens de stekker in het stopcontact doen. Precies, ja. Ja, dus het is het idee dat we heel de keten, zou ik maar zeggen, meenemen in onze oplossing. Waarbij je, zou ik maar zeggen, van tevoren, zou ik maar zeggen, ook gewoon weet, van, ja, ik moet nu plug and charge gaan gebruiken. En dus je forceert de gebruiker ook om het gebruik te maken van die plug and charge module. Want de voertuigen die wij hybridiseren, die maken ook al gebruik van fleet management systemen. En dus zij weten per dag wat hun route is en hoe lang ze ook elektrisch moeten gaan rijden. Dus dat kan je helemaal managen. Stel, er zal ook een punt komen dat het voertuig niet meer genoeg capaciteit heeft om volledig elektrisch te rijden. Dan zeggen we, nou, dan bouwen wij in of dan calculeren automatisch in dat het voertuig naar een fastnet oplossing toe gaat. En dan in 5,5 minuut, zullen we zeggen, de batterij weer kan opladen tot 80% state of charge. Dus dat zijn natuurlijk allemaal oplossingen die mee worden genomen in de gehele oplossing, om dat te kunnen garanderen. Hoe zijn jullie hiermee begonnen? Waarom hebben jullie gedacht, dit is het probleem wat we willen aanpakken? Simpelweg, we zijn vorig jaar september begonnen met het idee, we willen wat doen in de automotive industrie. Ik heb zelf een achtergrond als technisch-bedrijfskundige vanuit de Technische Universiteit van Eindhoven. Toen heb ik mijn bachelor afgerond, ben ik bij een elektrisch raceteam gegaan, waar wij als studententeam een elektrische auto, een raceauto ontwikkelen. Die kan accelereren van 0 tot 100 in 2,3 seconden. Daar ben ik toen mijn huidige compagnon tegengekomen, die daar zijn afstudeeropdracht deed. En die stelde op een gegeven moment in mij de vraag van, Alex, wat wil je hierna gaan doen? Want ik ben al een bedrijf begonnen. Zou je ons willen ondersteunen? Ja, is goed. Ik zeg, is goed, maar dan moet het wel, zo maar zeggen, alle drie evenveel. Dus dan zitten we op dezelfde manier zitten we erin. En toen zijn we in september begonnen. We zijn hebben een aantal business cases gedefinieerd. Dus onder andere het elektrificeren van aanhangers. Zoals ik zeg, op het moment dat een aanhanger getrokken wordt door een voertuig, die dat voertuig elektrische ondersteuning biedt om, zo maar zeggen, ook CO2 en dergelijke te reduceren. Maar een aanhanger is relatief goedkoop en heeft ook een relatief korte levensduur. En dus de moeite dus niet waard om die voertuigen of die aanhangers te elektrificeren. En toen kwamen we uit op het idee om campers te hybridiseren. En een camper heeft ongeveer hetzelfde opbouw als een bestelbus. Dus zodoende kwamen we uiteindelijk bij de bestelbus uit. En zijn we gaan kijken naar die markt. En toen bleek het simpelweg vraag te zijn. Ja, en je noemde net even dat de elektrische race is. Dat University Racing Team Eindhoven? Ja, ja. We hebben Dion Engels in de uitzending gehad. Dat is mijn opvolger. Ja, oké. Okay. Ik zat een uur in 13 jaar. Je hebt hier toen verteld hoe dat hem allemaal werkte. En ja. Een waanzinnig project, hè? Ja, klopt. Dus daar heb jij ook gezeten. Heb ik ook gezeten, ja. Ja, oké. Okay. Hey, voor mijn beeld, hè? Wij hebben thuis ook een bus. Ik mag alle steden, ik mag Amsterdam nog wel gewoon in. Ja, wat voor bus is het eigenlijk dan? Transit. Ja, een oude diesel. Nou, ja, mag nog een jaartje, maar, denk ik? Ja, nou ja, hij is inderdaad niet nieuw, maar niet zo oud dat hij de stad niet in mag, zeg maar. Ja. Maar wat kost het? Hoeveel moet je ervoor neertellen om deze operatie te doen? Nou, op seriematig niveau kunnen wij het product ontwikkelen voor een prijs tussen 15.000 en 20.000 euro. En dat is afhankelijk onder andere van de batterijprijs. Simpelweg moet je soms een groter batterijpakket hebben, omdat je namelijk ook als bestelbus soms een aanhanger met zich meeneemt. Maar daarnaast pilotruns wegzetten, wat we nu doen met partijen, dan gaat het zeggen, over een significant hoger bedrag. Want dan kunnen we namelijk niet op serieniveau ons product uitbesteden. Nee, dus in ons geval kunnen we dan beter een nieuwere bus kopen, zeg maar. Ja. Maar wat voor bussen zijn dat dan waar die investeringen het wel waard zijn? De grote bestelbussen, dus een Ford Transit, een Opel Movano, Renault Master en een Mercedes Sprinter. En dat zijn over het algemeen de relatief nieuwe bussen die nu, zou ik maar zeggen, ook op de markt komen. En dan kan je uiteraard de vraag stellen, waarom zou je dan die in vredesnaam gaan hybridiseren? Want die voldoen natuurlijk nu al aan de norm. Ja. Maar als je gaat kijken naar de regulering die gaat komen in 2025, wordt simpelweg gezegd, binnenstedelijke logistiek moet emissievrij zijn. En daarnaast is het voor heel veel partijen zeer essentieel om zo maar zeggen, die CO2 en de NOx-niveaus omlaag te brengen. Want dan hebben ze ook een hogere score op tenderprojecten. Dus zodoende, dat brengt heel die business case op gang. Ja. Misschien is het een heel erg moralistische vraag. Maar zijn jullie nou eigenlijk niet bezig? Kijk, we hebben een megaprobleem met CO2-uitstoot, een klimaat, de aarde wordt warmer. Daarom wordt er, om te beginnen in de steden, worden dit soort maatregelen genomen.
met als doel om de elektrificering van het verkeer te bevorderen en marktpartijen te dwingen om in die richting te gaan denken. En zijn jullie nou eigenlijk niet bezig om dan weer een gat in de wet te zoeken, namelijk dat als eerste de stad dat afdwingt, maar dan toch iedereen weer op zijn diesel lekker over de A2 mag blijven rijden? Ja, of is dat heel moralistisch wat ik nu zeg? Ja, in principe, kijk, idealiter hè, heb je natuurlijk dat alles in volledig elektrisch is. Maar als we dan nu de levenskwaliteit willen verhogen in de binnenstad, hè, door de reductie op CO2 en NOx, moet er wel een oplossing voor zijn. En die is er nu niet. Maar ik snap hem toch niet, want Elon Musk die zegt gewoon, die elektrische vrachtwagen, die staat wat hem betreft in prototype klaar. Ja, maar die staat niet klaar. Die truck die heeft hij toch ook laten zien? Die is net zo zwaar als een bestelbus. Ik geloof er gewoon niks van dat niet binnen een paar jaar kan. Maar die rijdt niet volledig elektrisch. Dat is niet haalbaar. Nee, simpelweg niet. Wij weten ook vanuit DAF, die zijn ook bezig met volledig elektrificeren van die trucks. En ze zijn nu blij dat ze een bepaalde kilometerage verhoging hebben. Maar op dit moment is het gewoon niet haalbaar om op je batterijpakket met zwaar gewicht voertuigen, zoals long-haul trucks, bestelbussen, om volledig elektrisch lang te kunnen rijden. Nee, maar je voegt dat wat toe. Je moet dus korter gaan rijden en vaker opladen. Maar als je vaak moet opladen, dan heb je een groot batterijpakket. Ja. Moet je vaker opladen, hè, dat kan. Maar je moet nog steeds achter kunnen werken. En dat kan dan niet. Maar je bent gewoon heel lang bezig met opladen. En nu kan je simpelweg tanken, kan je nog steeds je werk uitvoeren. Kijk, banken en dergelijke, die investeren ook niet op dit moment in elektrische trucks. Er is geen business case. Er zijn hele dure trucks misschien. Maar je kan simpelweg niet het geld terugverdienen om uiteindelijk, zou ik maar zeggen, je voertuig te kunnen bekosten. Maar wat ik eigenlijk vraag, we hebben hier heel veel jonge ondernemers aan tafel, ja, die ook echt vanuit een passie voor duurzaamheid bijvoorbeeld zouden beginnen. En ja, oplossingen gaan verzinnen om die CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Jullie kiezen echt voor om een oplossing te gaan verzinnen waardoor al die verbrandingsmotoren door kunnen blijven rijden. Nee, we kiezen een oplossing zodat we de transitie kunnen versoepelen. We stellen een doel in 2030 of 2025, ja, maar dat doel moet wel bereikt worden. En er zijn heel veel mooie oplossingen die in de toekomst echt wel gaan komen en die direct beter zijn dan onze oplossing. Helemaal mee eens. Maar om tot die oplossing te komen moet er nu een versoepeling komen. En uiteraard zeggen wij ook, als in 2030 alles volledig elektrisch is, als het ook daadwerkelijk beter is, want daar zijn ook heel veel discussiepunten over. Hè? Tuurlijk, dat is ook nog een vraag die we kunnen stellen. Ja. Tuurlijk, dan heeft die oplossing voorrang, maar daar moeten we wel naartoe zien te gaan. Ja. Technische ontwikkeling heeft tijd nodig. Hoe ver zijn jullie met in welke fase zijn jullie met die technische ontwikkeling? We zitten nu in de proof-concept fase, die eigenlijk bijna, ja, we hebben bijna een rijdend voertuig, morgen. Schatten we, dus oh ja? Unicum. Ja? Dan is de testfase. Ja? En dan zeggen wij simpelweg, december hebben we een productlancering in de vorm van pilotruns met potentiële klanten zoals PostNL, Voorquest, Telecom, Leaseplan, Provincie Noord-Holland. Dus ze doen het. Ja. Oké, dus je hebt al flink wat partijen aangehaakt die geïnteresseerd zijn. Ja. Ja. Hey, wat is er ingewikkeld aan het product? En ik word voor de cynicus straks weer uitgemaakt hoor, maar... Is het de software? Want ik zit te denken, gewoon een voorbeeld uit mijn eigen omgeving. Toen ik 4 jaar geleden ging informeren, omdat ik heb een zeilboot, er zit een dieselmotor in. En ik vond dat heel vervelend dat je dan je dieselmotor moet starten als je de haven in wil. Ik dacht, dat moet toch hybride kunnen? En dat blijkt ongelooflijk simpel te zijn. Dus je zet eigenlijk, wat jullie doen, op de aandrijfas. Zet je een elektromotor met een tweede aandrijving. En of je zet je dieselmotor aan, of je zet hem uit en in zijn vrij en dan zet je de elektromotor aan, dan gaat die boot vooruit. Ja, klopt. Heel simpel. Dat is al best een tijd geleden. Dus je zegt, we zijn nu prototype. Waar zit de complexiteit? De complexiteit zit in het feit dat je uiteindelijk straks een route hebt die je hebt. En je wilt de meest optimale route in energie gebruikt. Precies, dus je zit in management van die, ja, je auto en die dus boot. Als je inderdaad, of je gebruikt je aandrijflijn op serieniveau of op parallelniveau. Dus afhankelijk van de situatie, misschien dat je zelfs op een gegeven moment zegt, we rijden nu langs een school. Vanuit andere overwegingen weten we dat we langs een school rijden, dus daar mogen we geen CO2 uitstoten. Zeg maar wat. Dat soort parameters komen er allemaal straks in. En daarmee heb je straks een hele optimale route als je het hebt over energieverbruik. Ja. En jullie waren in Las Vegas op de CES. Ja, mijn collega's Horst en Lauwens, ja, klopt. Ja, de Consumer Electronics Show, de grote beurs in Las Vegas waar alle nieuwe
Daar is tegenwoordig een Nederland... Ja, Techliep. Ja, Techliep organiseert dat. Jullie zijn daar ook geweest. Exact, hoe resoneerde dat, die beurs, jullie product? Simpelweg, we hebben heel veel partijen gesproken. Ook simpelweg BP, die kwamen langs. Ze weten natuurlijk ook, wij gaan dan ook een andere richting op. Deze partij ontwikkelt wel iets heel interessants, dus zodoende. Automotive partijen ook, die zeggen van ja, oké, jullie product zorgt er simpelweg voor dat ons merk behouden blijft. De Chinezen komen ook met elektrische oplossingen, hybride oplossingen. Laatst heeft ook VDL een bericht geplaatst in het Eindhovense Dagblad, ik weet niet waar exact, waarin gesteld werd dat ze een bepaalde orde verloren hadden en dat de Chinezen komen. Maar met onze oplossing, zou ik maar zeggen, blijft dat merk behouden van de oude fabrikant. Dus dat op zich waren ze zeer enthousiast. En Schaeffler ook, een grote Duitse partij, daarmee hebben we gesproken. En we zijn weer aan het kijken hoe kunnen we mooie inwielmotoren ontwikkelen die we op laag orde niveaus, relatief laag orde niveaus voor Schaeffler, tegen de juiste prijs kunnen krijgen. Zodat we uiteindelijk heel simpel het product kunnen hybridiseren. Ja. Was het zo'n investering, want naar Las Vegas gaan, ik ben er ook een paar keer geweest, natuurlijk een leuke ervaring, maar het is hartstikke duur als je daar aan mee wil doen. Ja. Was het die investering waard? Want het is natuurlijk een mega gadget, alles elektronica bus. Heb je daar voldoende business uitgehaald om te denken, ja, dat was het waard? Ja, direct wel bij Schaeffler dus. Ja. Simpelweg zijn we nu ook bezig met een investering met een partij uit Zwitserland. En doordat wij in gesprek zijn gekomen met Schaeffler, hebben wij nu een extra oplossing, waardoor we de investeerders nog sterker hebben overtuigd om in ons te investeren. En het nu zulke banen wordt geleid dat wij uiteindelijk wel de investering gaan closen, waarschijnlijk in 2 maanden. Wat is die extra oplossing? Is dat de geofencing? Nee, dat is een stukje aandrijflijn wat we op voorhand niet konden vinden. Want we willen gebruik maken van off-the-shelf producten. Simpelweg de elektrische aandrijflijn, dat zeggen we dat ook, daar ligt onze kracht niet. We moeten snel naar de markt toe bewegen, dus we moeten ook gebruik maken van oplossingen vanuit de markt. Dus als Schaeffler een oplossing kan bieden, dan kunnen wij natuurlijk weer sneller vooruit gaan. Ja. En zodoende, en daarna is er natuurlijk ook contact gelegd met een partij als BP, zijn er bepaalde acceleratieprogramma's vanuit de automotive industrie. En dat resulteert nu niet in iets concreets, maar misschien over een half jaar wel. En daarna hebben we ook nog natuurlijk een hele mooie vorm van publiciteit gekregen. Dus zodoende, ja. Wat, je zegt, nou ja, morgen heb je, als het goed is, zeg maar een eerste proeven van bekwaamheid, waar jullie mee verder kunnen. Wat is er daarna nodig? Hoe ingewikkeld is jullie hardware? Hoe ziet het komend jaar eruit voor jullie? De komend jaar, simpelweg, testfase. Partijen, zou ik maar zeggen, die nu aan tafel zitten, daarvan krijgen we een voertuig. Voertuigonderzoeken, hoe gaan we die hybridiseren, simpelweg data verzamelen, zodat we het eigenlijk gewoon de markt onder controle krijgen. Zodat we die pilotruns gewoon goed vorm kunnen geven, zodat we zo snel mogelijk in september 2021 het product op serieniveau kunnen laten produceren door partijen uit de regio, maar ook partijen erbuiten. En daarvoor hebben jullie ook investeerders nodig, want je verkoopt nu nog niks, zeg maar. Jullie moeten eerst nog doorbouwen. We verkopen nu, zou ik maar zeggen, onderzoek. En daarnaast verkopen we ook enigszins pilotruns, dus zodoende, ja. Ja, dus dat is het komend jaar voor jullie. Ja. Hoe ziet jullie bedrijf eruit qua personeel? Wat voor mensen werken hier aan? Hele slimme mensen, om heel eerlijk te zijn. Ja. Echte ingenieurs. We zijn eigenlijk een conservatieve start-up. We zijn niet zo heel fancy. We hebben gewoon simpelweg een aantal bureaus in onze kantoorruimte staan met een aantal beeldschermen. En PC's hebben jullie dan? PC's, ja. En enkel broodnodige. Zodat we kunnen werken, maar geen cavia's of goudvissen of voetbaltafel. En daarnaast hebben we nog een werkplaats waar we dan gewoon het voertuig ombouwen en kunnen testen. Ja, maar ja. Je hebt nog geen sales. Je zit echt volledig nu even op de ontwikkeling van product. Ontwikkeling van product, investeringen binnenhalen, pilotruns in kaart brengen met partijen. En dan betaald onderzoek om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Hoe hebben jullie die aanloopfase waar je nu nog in zit gefinancierd? Er zijn vanuit de Rabank, heb ik de achtergestelde innovatieverlening. Ik weet niet of daarmee bekend zijn. Veel startups maken daar gebruik van. En daarna hebben we een aantal investeerders die ons ondersteunen. Maken we ook gebruik van een aantal subsidies. Dus zodoende. In samenwerking met TNO en het NWO en de metropoolregio Eindhoven. Dus zodoende. Ja, ik zag ook
ergens las ik iets over dat TNO erbij betrokken is. Wat doen die jullie specifiek voor dit project? Voor jullie? Voor dit project, wij hebben een aantal batterijcellen gevonden in de markt, vanuit China. Ook in samenwerking met Landpoort, een partij binnen Lauwman. En wij willen de karakteristieken van die batterijcellen in kaart hebben, zodat we daarop het juiste batterijmanagementsysteem kunnen ontwikkelen. Maar daarop ook kunnen bepalen wanneer de batterijen op een bepaald moment leeg zijn of vol zijn. Dus in samenwerking met TNO bepalen we de karakteristieken van die batterijcellen. En dat is het eigenlijk. Ja. Jullie spelen een belangrijke rol in de huidige tussenfase, zoals je, zegt. Ja. Maar hoe kijk jij naar de lange termijn van jullie bedrijf? Je hebt in het begin al iets over gezegd, maar hoe ziet jullie bedrijf er over 10 jaar uit? Over 10 jaar? Ons doel is... Dat we natuurlijk een groot bedrijf zijn wat iedereen in Europa kent, maar ook in de US simpelweg. We hebben nu ook een businessplan geschreven met investeerders, zou ik maar zeggen, die in ons willen investeren. En daarbij ook heel duidelijk gemaakt dat we investeren in business development. Dus we zullen ook aan mensen aannemen op een stukje business development die gaan kijken van wat zijn andere problemen in de markt of in de industrie. En kunnen wij daar een oplossing voor ontwikkelen die we op grote schaal kunnen wegzetten. Dus simpelweg hebben we dan nu een productportfolio zoals de elektrische aandrijflijn en een stukje software. Maar daarnaast kunnen we natuurlijk subcomponenten van dat product wegzetten. En verder ontwikkeling met de mensen die we hebben om uiteindelijk andere markten te betreden, is een mooie toekomstdroom. Ja. Nog even over hoe jij de toekomst voor je ziet. Jij ziet voorlopig, niet op grote schaal... busjes, transport, vrachtwagens die elektrisch zijn. Volledig elektrisch? Nee, zeker niet. Dat zal nog een lange tijd duren. Ja. En zit in de batterij dan het grootste probleem? Ja, maar daarnaast ook stel je zou een batterij hebben die een hele hoge energiedichtheid hebt. Hè? En alle personenvoertuigen zullen een hele hoge energiedichtheid hebben in die batterij. Nog steeds moet de energie in die batterij terechtkomen. En dat is een transitieprobleem. Dus zodoende. Dus het zal heel veel stappen moeten gemaakt worden, zodat uiteindelijk iedereen volledig elektrisch, al zal het door middel zijn van batterij of waterstof. Of waterstof, weet je. Uiteindelijk hebben we ook aan tafel gehad. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel op dat dossier. En je hebt natuurlijk ook andere oplossingen, zoals de hubs. Maar ja, als je gaat kijken naar de gebruikers die geïnteresseerd zijn in ons product, die kunnen niet gebruik maken van een hub. Want zij doen bijvoorbeeld aan storingen oplossen. En zij moeten van stad A onverwachts naar stad B. Nou, dan kan je niet in een hub je gereedschapskoffertje plaatsen en dan op een gegeven moment dat verplaatsen in een kleiner voertuigje en doorrijden. Er moet snel op geanticipeerd worden en die hubs zijn daarvoor niet geschikt. Dus zodoende, ja. Ja, hoe kapitaalintensief is jullie groeiplan? Want ik heb de indruk, althans zo presenteer, dat jullie eigenlijk redelijk aan het einde van het uitontwikkelen zijn. Van oh nee, dat niet hoor. Nee? Nee. Zeker niet. Ik doe proof of concept, prototype, dat is goed te doen. Daar kan je een prima product mee ontwikkelen. Maar het gaat er uiteindelijk om is dat je op serieniveau een product wat kwalitatief hoogwaardig is. Wat ook gehomologeerd is. En homologatiekosten zijn gewoon gigantisch hoog. Je moet aan bepaalde ISO-normen voldoen. Op die manier moet je software ontwikkelen. En welk onderdeel dan? Want je hebt het over ombouw van bestaande dingen. Dus er moet je koopt bestaande componenten in. Ja. Die zijn allemaal gecertificeerd. Ja. Waar zit dan precies het probleem wat jij beschrijft? Of de tijdsintensieve karakter van wat je beschrijft? Een stukje batterij. Batterij ontwikkelen wel zelf. Dus niet chemie. Maar zo maar zeggen, die batterijcellen moeten bij elkaar komen en dan wordt op een gegeven moment een batterij die wordt weggezet voor dat voertuig. Mm-hmm. Dat moet volledig getest worden. Ja. En daarnaast doe je gewoon een intensieve ombouw aan het voertuig. Waarbij je de juiste documentatie moet aanleveren op het moment dat je op serieniveau die voertuigen ombouwt. Dat op Europees niveau gezegd wordt, ja, daar zijn we het mee eens. Ja. En die ombouw, hoe gaan jullie dat doen? Heb je daar al een partner voor bedacht? Want dat is gewoon een garage waar de aandrijfas gemodificeerd moet worden en een elektromotor ingebouwd moet worden en een soortje accu's. Per type denk ik dat je daar een plan voor moet maken. Ja, precies. We focussen ons op die 4 type voertuigen. Dus voor transit zitten we ook met Vano, maar dat doet niet helemaal toe. Maar als je gaat kijken naar de bestelbussenmarkt, dat is totaal van die personenvoertuigmarkt. In principe, een bestelbus komt kaal vanuit de autofabrikant, eerst nog een carrosseriebedrijf. Daarom wordt die omgebouwd naar de wens van de klant. En het idee is dat
dat is uiteindelijk zeg maar, het plan wat er nu ligt, dat wij in samenwerking met carrosseriebedrijven, zoals een Van den Born, dat product gaan ombouwen. Dus wij hebben trainers die de mensen kwalitatief trainen. Die krijgen een manual, er komt een kit. Die komen in een bepaald in een bestaande supply chain, komt die kit terecht, het voertuig en die kit, en dan wordt omgebouwd. Ja, waarom als je dat direct naar de productie zou doen? Want ik zat tot nu toe veel meer te denken aan bestaande auto's. Ja, bestaande en waarom gaat Ford dat dan niet zelf doen, of Volkswagen? Sorry? Waarom zou Volkswagen dat dan niet direct in de fabriek doen? Ik bedoel, als je gaat kijken, de reden waarom die elektrificatie en andere, zullen we zeggen, het hybridiseren van ook die bestelbussen zo langzaam gaat, is omdat je hele productielijn moet omgooien. Ja. En die moet efficiënt zijn. En daar gaat gewoon gigantisch veel tijd overheen. En om zelf ook tier one supply te zijn, als dat een oplossing zou kunnen zijn, dat is voor een start-up niet weggelegd. Dan moet je gewoon 5 tot 10 jaar ervaring hebben om uiteindelijk aan de kwaliteitseisen te voldoen die een autofabrikant stelt. Dus zodoende zijn wij een tier 2 supplier of een tier 3 supplier die bij gekwalificeerde, gecertificeerde carrosseriebedrijven het voertuig laten ombouwen. Ja, oké, duidelijk. Spannende periode. Ja, lijkt me wel ontzettend spannend. Waar gaan jullie die rijden morgen met met de eerste prototype? De Automotive Campus, als het goed is. Ja. En anders overmorgen. Kunnen we komen kijken? Ja, ik zal anders wel even bellen. Want straks moeten jullie 2 uur reizen. En dan zijn er nee, maar dat is goed. Want op zich kreeg ik nou nog een berichtje van Bart. Of niet nog weer een keertje naar Eindhoven kunnen komen. Dus niet morgen dan. Maar okay. Dan kunnen we wel even bellen, bedoel ik. Meer dan. Ja, dus dat is goed. Ja. Dus, we hebben geïnvesteerd in een mooi koffiezetapparaat, dus we hebben goede koffie. Oké, dat hebben jullie wel. Ja, daar hebben jullie niet op bezuinigd. Oké, nee. Dat is wel fijn. Nee, ze blijven goed productief werken. Ja. Ja, spannend. Heel veel succes dan. Ja, ja, dankjewel. Als ik neem aan dat het spannend is. Het zijn hele spannende tijden. Het zijn altijd mooie momenten, ja, toch? Daarom. Ja. Daarom. Dat is hartstikke leuk. Ja, nou, veel succes. Heel veel succes. Ja. En jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bieren & Co. voor de biertjes, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct praten we verder over drones. En dan kijk je on demand, dan kun je die uitzending natuurlijk ook terugzien via fastmovingtargets.nl of via YouTube. Dag.